De uitzendingen van RTV Baren worden mede mogelijk gemaakt door Nuvema. Dit is een groot terrein. Waren er ook onderduikers? Ja. Er zaten hier boven, in dit huis, boven in de nok, zaten twee Joodse jonge mannen. Die zaten dus boven de woning van Straaier, de piqueur. Er waren maar een paar mensen die het wisten. Dat was dus de familie van Heert. Dat was Straaier natuurlijk zelf en dat was mijn vader. En verder wist niemand dat. Want ik kwam er pas tot de ontdekking, na de bevrijding, dat die mensen alleen voor het eerst na 2 jaar weer naar buiten kwamen. Ja. En die werden gevoed door wat het landgoed opbracht en zo. En daar was een goede organisatie voor. Alleen de laatste paar maanden, toen werd het voor die mensen ook zeer kritiek wat met eten betreft. Ja. Nu had je het verzet. Mensen die hadden natuurlijk ontzettend problemen met de Duitsers. Maar nu waren er ook mensen die, hoe zeg je dat? Die werkte met de Duitsers mee? Nou, zeg maar rustig meer dan dat. Er zijn een paar families in Baren, gelukkig niet veel. Moet ik eerlijk zeggen, het was een vrij hechte gemeenschap. Want als je in nood bent, dan heb je eigenlijk een gemeenschappelijk belang. In de oorlog is eigenlijk hier in Baren die tegenstelling tussen katholieken en niet-katholieken, die is eigenlijk in de oorlog geslecht. Ja. U heeft ook een verhaal verteld van iemand die ging dus Baren door om huizen aan te reizen. Ja, ik zal de naam niet noemen, nee, dat hoeft niet. Want dat vind ik niet fair ten opzichte van de nazaten. Maar dat gebeurde wel. Dat gebeurde wel. Ik weet 4 of 5 families waarvan de nazaten hier nog wonen, die inderdaad, en ik heb ze ook gezien hoe ze met die Duitsers, met die overvalwagens meegingen om daar als gids te fungeren voor die Duitse militairen, om die mensen dus te arresteren. Het is gewoon walgelijk als je dat ziet, ook al bij een jochie van 12 jaar. Pak je wel aan, hè? Ja. Hoe was het met de medische hulp gesteld?
Ik weet dat we een ziekenhuis hadden, we hebben een paar noodziekenhuizen. Ja. Maar er waren natuurlijk ook huisartsen hier in Baren, die werden ook wel eens... Nou, een markante figuur, er waren de verschillende. Dat was dokter Dooyer, daar vlak bij de Watertoren. Ja. En dan had je dokter van Oostrom of van Oost, ik weet naam weet ik helemaal niet, maar die woonde dus waar de Nieuwstraat op die hoek bij de Nieuw-Barenstraat kwam, tegenover de oorsprong. Daar staat nog steeds een grote villa en daar woonde ook nogal een markante huisarts. En ik ben zijn naam is me ontschoten, maar die ik goed ken, dat is omdat het onze huisarts was. Was dokter Van der Kroon. En dat was een hele markante man. En die had respect bij iedereen. En die kwam dan bij je en die had zo'n methode. Dat is me nou altijd nog bijgebleven. Hij zat in een keurig zwart pak. En dan echt een dokter. En dan trok hij zijn witte jas aan. En hij was zeer gelovig, was zeer streng katholiek. En wat er ook gebeurde, hij ging eerst morgens voordat hij dus met zijn praktijk begon, ging hij naar de kerk om te bidden. Dat is hem wel eens dus door andere artsen is hem dat wel eens verweten. Hij zegt, je hebt de hele wachtkamer vol met patiënten, dan ga jij naar de kerk. Ja, zegt hij, maar zonder hulp van God kan ik geen goede hulp geven. Dat was zijn opvatting. Hij hielp de mensen ook. En hij hielp de mensen ook. En het is zelfs zo geweest dat hij had een fiets, die werd gestolen. Hij stond altijd voor iedereen klaar. En er was zijn fiets gestolen. En dat typeert zijn populariteit. Dat de volgende morgen stond die fiets weer met een briefje erbij. Neemt u me niet kwalijk, dokter, we wisten niet dat het uw fiets was. Ja. Ja. Prachtig, toch? Wisten de Duitsers dat hij ook... Dat is bekend. En zo, een gegeven ogenblik, we hadden toen een ortscommandant hier in Baren. Dat was geen slechte. Hij was streng, maar rechtvaardig. Dat was een vent. Zijn naam is me ontschoten, maar dat is na te gaan natuurlijk. En het was een echte Duitse militair. Met zijn principes als beroepsmilitair. En er werd gezegd dat hij dus medische hulp verleende aan ondergedoken Joden. En toen moest hij bij die ortscommandant komen. En toen zegt de ortscommandant, die legde hem in zijn mond. Hij zegt... Ze hebben dat en dat gezegd. Dat is toch niet waar, hè? Dan had hij alleen maar nee hoeven te zeggen. Nee. Maar dat zei hij niet. Hij zegt, dat is waar. Hij zegt, want ik heb de eed afgelegd als medicus... dat ik de mens aan nood zal helpen... wat voor kant van de lijn hij ook staat. Hij zegt, als er een Duitse militair bij mij komt... dan verleen ik hem ook medische hulp. Maar ook in ondergedoken Jood... Nou, en toen hebben ze hem toch laten gaan, op een of andere manier. En het was wel zo, en daar werd hij wel eens op aangekeken. Dus na de oorlog hadden we rechtgezet natuurlijk. Door zijn instelling, toen tegen het eind van de oorlog, werden alle Duitse militaire artsen, die werden opgetrommeld, die moesten naar het Oostfront. Om daar assistentie te verlenen. En de gewone Duitse soldaten die hier als bezetting waren, die moesten zich maar redden. En die moesten maar naar de Nederlandse artsen gaan. Ja. En doordat Van der Kroon altijd gezegd had, ik geef iedereen, help ik, zat ook dus zijn wachtkamer altijd vol met Duitse soldaten. Want dat deed hij ook. Ja. En dat heeft hem eigenlijk gered, dat er niet verder onderzoek geweest is wat hij nou eigenlijk nog verder deed. Zo liet het maar zo. Nu is er ook eens iemand hier geweest die is naar het ziekenhuis vervoerd door een geestelijke? Ja, ja. Dat is een, ik vind dat, is dat was een zeer interessant verhaal. In de laatste... maanden, ik denk dat het in april was van 1945, waren de Canadezen al aan de andere kant van de Eem. En die rukten op naar Amsterdam. Maar op de ven in het Huikland stond luchtdoelgeschut, een hele rij.
ter bescherming van de stad Amsterdam. En daar hebben de Canadezen, dus aan de onder Nijkerk, daar aan de andere kant van de Eem, die wisten dat natuurlijk. En die hebben dus het vuur geopend om die kanonnen uit te schakelen. En zoals dat dan meestal gaat, is dus, ja, dan krijg je dus een gegeven ogenblik, komt er een hele gordijn van granaten neer. Dat is vaak te ver of te vroeg. En dan later zijn ze ingeschoten en dan raken ze de doelen. Ja. Nou, die eerste salvo van granaten, die kwam precies hier op die strook waar deze huizen langs de Eemnesseweg. Tot een eindje verderop, daar staan ook wat villa's van Rennes en Verbeek en zo in die tijd. De gemeentesecretaris woonde daar. En daar waren ook al, gegeven ogenblik waren er ook geëvacueerden. Die zaten dan overal. En toen zijn ze dus in de oorlog, toen zijn we in de kelders. Zijn we in de kelders van hier het Benthuis. Want dat was die kelders hier, die waren de enige, eigenlijk min of meer bomwaste kelders. En toen is er een van de bewoners daar, die rende zo langs dat pad zo hier naar het Benthuis om die kelder, om beschutting te zoeken. Wij zaten daar ook. En een gegeven ogenblik is een zo'n vrouw die werd de arm afgerukt. En toen hebben ze een noodverband aangelegd. En die moest naar het ziekenhuis. En toen was er een pastoor uit Arnhem. Die was ook dus geëvacueerd. En ik zie het nog zo voor me. Zo'n klein mannetje in zo'n traditioneel zwart gewaad natuurlijk. En die zegt, ik zal dat wel doen. En die heeft onder de beschieting door... hebben ze die vrouw dus, ja, dat ging allemaal primitief, je kan het je nou niet geloven. Maar werd er dus een matras en kussen op een handkar gelegd en daar die vrouw op. En toen zegt hij, laat mij dat maar doen. Ik zie hem nog met grote stappen, rende die met die handkar zo dat pad, hier die oprijlaan af, langs de Eemnesseweg, helemaal naar het ziekenhuis, in de Torenlaan, dat was toen het ziekenhuis. Die vrouw heeft het nog gered ook. Ja, dat wou ik net zeggen, heeft het overleefd. Ja. Een Engelse melkboer. Ja, dat zijn dan weer prettige verhalen en zo. Want ja, dat was namelijk zo, er was een man hier. En nu zou je zeggen, die man die is meer op heren gesteld dan op dames en zo. Dat die is natuurlijk een algemeen aanvaard verschijnsel en waarom ook niet. Maar toen, in die tijd, was dat nou niet zo erg dat men dat accepteerde. Nee. En hij had... misschien door zijn geaardheid, dat weet ik niet, maar hij had een ontzettende voorliefde voor mooie kleren. En die kleren die waren dus eigenlijk toegespitst op echte Engelse tweedjasjes en van die plus four broeken die je toen had, zo weet u wel. En van die mooie groene gebreide kousen met van die banen erop en Engelse schoenen. En, maar ja, er was niks meer te krijgen. En hij was van beroep melkboer. En hij bracht nog op een handkar waar die melkbussen op stonden, bracht hij dus de melk zo bij de mensen thuis. He, dan ging je dus naar hem toe met een melkkan en dan had hij zo'n kraantje zat eraan en zo werd de melk afgeleverd. En toen, gegeven ogenblik, hadden die Duitsers, ik moet eerlijk zeggen, zijn kleren raakten op en versleten en zo. En het was een strenge winter, dus hij trok zijn mooie kleren maar aan, had niks anders. Nee. Dus hij zat dus met een mooie tweedjas en een prosforbroek, zat hij op die bakfiets. En in die tijd kwamen er nogal wat vliegtuigen, Engelse vliegtuigen neer, die terugkwamen of heen gingen naar de bombardementen in Duitsland, in het Ruhrgebied. En toen was er onder die Duitsers, ging toen het verhaal, die Engelsen die zitten in burgerkleren in die vliegtuigen, want als ze dan eruit moeten springen,
dan zitten ze in ieder geval zitten ze niet in uniform. Dus dat is makkelijker. Dus, ja. Nou, en toen werd er zo'n Engels vliegtuig aangeschoten. Hè, vanuit de jachtvliegers van het vliegveld Soesterberg. En dus zagen wij allemaal, ik ook, dan zag je die mensen, en het was klaarlichte dag, mooie blauwe hemel, vriezend weer. En sprongen die luiden uit die vliegtuigen, die zag je zo naar beneden komen. En die verdwenen dus in Baren, in die bossen en ook in de Lage Vuurse. Dus die moffen die begonnen als een idioot al die bossen en die straten af te zoeken, om die mensen dus te arresteren. En dan zien ze ineens zien ze daar een melkboer. En die wist van niks. Die was alleen maar zijn melk en met zo'n Engels outfit. Ja. Dus die sleurden hem van die handkar af. Zeggen, dat is er een. En hij werd in een overwagen gestopt. En hij en naar Amersfoort gebracht. En nou, en daar heeft hij geloof ik nog een kleine dag vastgezeten. Tot ze eigenlijk tot de ontdekking kwamen dat het een vergissing was. En toen werd hij weer losgelaten. Maar sindsdien heeft iedereen, heeft het nog gekregen die bijnaam van de Engelse melkboer. Ja. Ja. De bevrijding, hè? Ja. Wat weet u daarvan? Ja. Nou, de bevrijding is zo, als jongen, toen was ik 12 jaar, als jochie zit je overal op en in. En gingen wij helemaal lopend langs door het Roosterbos naar het Paleis Soestdijk. En daar hebben wij de eerste, Tommies noemden we dat, Engelse militairen, met hun Bren Carriers en zo, de eerste troepen, die kwamen daar de oude Amsterdamse straatweg af, langs het Paleis Soestdijk. En ja, dat was natuurlijk feest. Hè? En als jochie ja, vond je het prachtig om die Duitse militairen die met hun handen omhoog dus voor die Engelsen uitliepen. Dat was natuurlijk geweldig. Want dat waren eigenlijk onze slavendrijvers. En daar een tijd van een mum was dus... was het heel Baren was helemaal overspoeld met Engelse militairen die verzameld hier werden voor de slag om Amsterdam. Die is nooit gekomen, want daar hadden de Duitsers zich overgegeven. Was dat ook een reden om de vlag te hijsen? En, ja, en toen zeg ik dus wat ik een van de leukste dingen vond en wat me een diepe indruk van mij gemaakt heeft, is dat daar in op die wei hier voor de villa, daar had de baron een enorme vlaggenmast, met zo'n hele constructie dat je hem kon strijken als hij geschilderd moest worden, heel hoog. En daar had de baron, die had daar met koninklijk huis, feestdagen en verjaardagen, hingen daar de rood-wit-blauwe vlag. En daar hadden die Duitsers, die hadden daar een enorme grote hakenkruisvlag. Die heeft daar jaren gewapperd, want waar je ook vandaan kwam, als je daar als je het zicht had op het Benthuis, zag je ook die rotvlag. En omdat die ook zo hoog ging. En toen weet ik nog goed, dan op die bevrijdingsdag, dan ging die vlag naar beneden. En toen werd heel langzaam en plechtig. Met de rood-wit-blauwe vlag, die ging de mast weer in. En dat vond ik zo, als kleine jongen vond ik dat zo indrukwekkend. En nou zijn we werkelijk vrij, nou zijn we geen slaven meer. Vindt u het ook zo moeilijk om te kiezen uit dat enorme aanbod van elektrische fietsen? Wij hebben diverse merken en modellen op voorraad. In onze moderne werkplaats zorgen wij voor optimale afstelling en nazorg. Kom eens een proefrit maken.
elke dinsdagochtend is er tussen 10 en 12 inloopspreekuur in Zandvoorde. Voor vragen over zorg, wonen, welzijn en andere zaken die u bezighouden. Joep, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het opgeven voor een proefles voor fitness. Leuk, hoe doe je dat? Zo. Hokje proberen. Oké, even kijken op welke dag dat kan. Dat kan op donderdag en vrijdag staat er. Zullen we dan samen gaan? Oké, en dan gaan we ook samen naar fitness. Het voorjaar breekt weer aan en dat betekent als je met de seizoenen eet dat er allerlei nieuwe groenten komen zoals rabarber, spinazie, raapsteeltjes. En vandaag ga ik een heel lekker simpel recept maken met spinazie, maar ik ga eerst heel even in de moestuin kijken. Ik ben hier bij Gerda in de moestuin van Hoeve Raapstein waar net alles een beetje begint. Qua moestuinieren. Kan je vertellen wat er zo'n beetje nu aan het groeien is? Ja, het is natuurlijk voorjaar, dus we hebben heel veel voorjaarsgroenten gezaaid. We hebben de rabarber is natuurlijk al wat vaster, maar we hebben de prei, we hebben de rode bietjes, we hebben de lekkere raapstelen, de spinazie, radijs, dus heel veel voorjaarsgroenten. En nou was het natuurlijk een beetje een best warme winter. Maar ineens een best koud en nat afgelopen paar weken. Wat voor invloed heeft dat gehad voor jullie moestuin? Nou, uiteindelijk valt het eigenlijk wel mee. We hebben niet echt veel winter gehad. We hebben de tuin dus wel op tijd kunnen spitten. We hebben de mest erover uitgereden. En je zegt de koude nachten. Koude nachten hou je eigenlijk tot ijsheilige. Ijsheilige is rond mei. Dus tot die tijd is het een beetje risicovol met vorst, harde vorst. En daarom hebben we ook een gedeelte in de bakken gedaan en onder plastic. En na half mei kan alles gewoon weer verder. Ja. Heb je bijvoorbeeld een tip van een bepaalde groente die vrij makkelijk is om thuis te kweken en wat leuk is om mee te beginnen als je een moestuin verder wil aanleggen? Ja, ik denk spinazie zaaien is niet heel moeilijk en is bijzonder lekker en dat gaat snel. En sla is natuurlijk ook altijd makkelijk en is een makkelijke plant denk ik en het zou als beginneling denk ik wel goed zijn om te beginnen. Hier, hè, jullie moestuin. Als het straks zeg maar, alles volgroeid is, hoe werkt dat dan? Kunnen mensen hier zelf plukken of gaat dit dan naar de winkel? Hoe werkt dat? Nou, hoe gaat dat? Allereerst als de tuin straks mooi op is. De tuin straks hartstikke mooi op kleur. We hebben heel veel mensen die alleen nog genieten van de tuin, die hier wandelen, die hier kijken. Maar het is niet zo dat we de mensen zelf de groente uit de tuin laten halen. De groente wordt hier 's morgens geoogst, wordt gewassen en dan gaat het de winkel in en kunnen de mensen het daar verser als vers halen. Ja, echt vers van het land. Ja. Oké. Nou wil ik vandaag met spinazie gaan koken. Die is nog niet hier van het land, maar die ligt al wel lekker vers in de winkel. Dus daar ga ik naartoe. Een stukje oude schaapkaas. Oké, ik heb hier jonge en ik heb hier beleefd. En dan ligt een stukje oude. Oké. Had u een plat stukje? Een plat stukje. Een plat stukje? Ja.
Ja. Dankjewel. Dank je. Ik ga vandaag een frittata maken. Dat klinkt niet heel erg Nederlands en dat is het eigenlijk ook niet. Het is Italiaans. Het is een ideale manier om groenterestjes uit je koelkast op te maken. Want wat je eigenlijk doet is je bakt wat groenten en daar maak je een soort omelet van. En dat is ontzettend lekker. Mits je er gewoon lekkere groenten en dingen bij doet. En ik ga dat vandaag maken met lekkere verse Hollandse spinazie. Eerst ga ik een ui snijden. En knoflook. Wist je trouwens dat er in Nederland hele lekkere knoflookkwekerijen zijn? Onder andere eentje bij Amersfoort. En echt hele lekkere soorten knoflook. Dan gaan we wat eitjes zout en peper alvast bij. En dan gaat de oude schapenkaas door. En dan kunnen we gaan bakken. Gewoon één pitje. Dus je kan het ook heel makkelijk op de camping doen. Heerlijk makkelijk gerecht voor als je aan het kamperen bent. Pannetje op het vuur. Eventjes de pan laten warm worden. En dan pas de olie erbij. Annemieke, je hebt er nou schapenkaas doorgedaan. Maar kan je ook andere oude kaas gebruiken? Of blauwe kaas? Of... Ja, je kan eigenlijk alles doordoen wat je wil. En ook vooral wat je zelf lekker vindt. Ik gebruik schapenkaas omdat ik het ook wel leuk vind om... om eens andere dingen te laten proeven, zeg maar. En schapenkaas is in Nederland niet zo heel bekend. Laten we even kijken. Ja. Eerst de knoflook en de ui. Moet je die bakken tot het bruin is? Of, nee, ze moet juist niet te hard gaan. Het moet echt een beetje glazig worden. Het lekkere van uien, als je die wat langer zachtjes gaart, dan worden ze een beetje zoet. En dat is wel extra lekker. En dan ga ik de spinazie erbij doen en die laat ik gewoon slinken. Ik heb hem even gewassen en dan doe ik het er een beetje in porties bij. Nou, deze frittata wordt natuurlijk zo lekker dat je hem in één keer opeet. Maar soms heb je wat over. En kan je spinazie eigenlijk nog een keer opwarmen? Stel dat je een stukje hiervan over hebt. Ja, dat kan wel. Dat is natuurlijk heel lang de regel geweest dat dat absoluut niet mocht. En het voedingscentrum is er eigenlijk nu op teruggekomen en zegt van, nou, het mag wel. De richtlijn is alleen als je iets met spinazie maakt en... je hebt het over, zeg maar, doe het zo snel mogelijk in de koelkast. Het is belangrijk dat het heel snel terugkoelt. Want juist als de spinazie lauw is, dan ontstaat er nitriet. En die nitriet die is niet goed voor je gezondheid. Overigens geldt dat ook voor andijvie en rode bieten. Daar zit ook nitraat in. Dus daar is het ook belangrijk om het snel terug te koelen als je het de volgende dag nog een keer wil eten. Nou, je maakt deze nu met spinazie, maar je zei al, welke andere groenten zou je er nog meer voor kunnen gebruiken? Eigenlijk kun je het met alle groenten doen die je maar over hebt. Heb je worteltjes over, dan snij je ze even in plakjes. Als je wat dan ook over hebt, eigenlijk kun je er alles voor gebruiken. Ja. Maar ik vind deze combinatie heel lekker met spinazie en de uitjes en de knoflook. Het is weer lekker een beetje voorjaar... in de pan. En dan ga ik daar het ei bij doen.
Dan doe ik daar nog wat paprika poeder bij. En nog een beetje nootmuskaat, vind ik lekker. Als we toch zo'n lekker kaasje hebben. En dan is het even wachten. Ja, misschien kan je in die tussentijd even iets vertellen over eieren. Want je hebt natuurlijk scharreleieren, biologische eieren, batterijeieren. Proef je het verschil eigenlijk? Nou, als ik heel eerlijk ben, proef je het verschil niet echt. Het gaat er meer om, als je eieren koopt, dat je bewust bent van wat je koopt in het kader van het dierenwelzijn. Ja, in je boek, het Hollands maandkookboek, daar geef je ook al een mooi overzicht van al die verschillende codes die op eieren staan. Ja, ja. Want hier bijvoorbeeld, ja, je zal het zelf ook natuurlijk in de winkel zien, maar als je hier naar een ei kijkt, dan staat er een nummer op. Dan heb je de 0 erop staan, dat staat voor biologisch. 1 staat voor vrije uitloop-eieren, 2 staat voor scharreleieren en 3 staat voor kooi-eieren, noemen we dat. En dat is eigenlijk de oude legbatterij. En nummer 3 mag niet meer verkocht worden in de winkel. Dat wordt alleen nog door de industrie gebruikt. Dus zeg maar 0 tot en met 2 kom je tegen. Wat voor een spannende voorjaarsgerecht heb je nog meer in je boek staan? Hele lekkere soep van raapsteeltjes met bier erin verwerkt. Dat is echt heel lekker. En ik heb een heel lekker voorjaarsstampotje met rucola. En hele lekkere crostini. Dat zijn geroosterde broodjes en die kun je ook met allerlei lekkere dingetjes beleggen. Hele lekkere visgerechten ook. Want ook daarin kan je weer lekker makreel met prei bijvoorbeeld. Ook zo'n ontzettend lekkere combinatie. Normaal gesproken gaat dit even in de oven. Dan krijg je ook nog zo'n lekkere krokante bovenlaag, zeg maar. Maar de oven hebben we hier niet vandaag. Dus ik laat het zoveel mogelijk in de pan stollen. En dan heb ik nog een heel leuk product bij me. Het is eigenlijk een soort hooikist. Kennen mensen misschien nog wel van vroeger. Daarin kon je eten laten garen. Toen werd het gedaan uit zuinigheid en nu eigenlijk uit duurzaamheid. Kijk, blijft hij lekker warm. Is ook een ideale manier om eten warm te houden. Dus als er iemand in huis wat later thuis komt, dan kun je het hierin perfect warm houden. Duurzaamheid, dat staat hoog in het vaandel. Hoe weet je of iets duur is? Het duurzaam is? Is dat nu een modewoord? Of? Ik heb daar zelf een hele eigen richtlijn voor. Die leg ik ook uit in het boek. Maar die is vooral voortgekomen uit inderdaad de verwarring van ja, wat is nou eigenlijk duurzaam? En aan welke eisen moet je allemaal voldoen? En wat moet je dan allemaal precies kopen en zo? Nou, dat vond ik allemaal heel moeilijk en ingewikkeld worden. Dus toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik kook alleen nog maar met de producten die echt uit het seizoen zijn. Dus ik kijk per maand wat er vers is. En dat, daar alleen kook ik mee. Dus dan haal ik sowieso altijd alles van dichtbij. En dat is dan mijn duurzaamheid, zeg maar. En ik denk dat als iedereen dat zou doen, dat het al in ieder geval wel een stukje helpt. Et voilà. En spinazie frittata. Je kan het als lunchgerecht gebruiken met lekker een paar boterhammen mee en prima. Je kan het heerlijk voor een picknick meenemen, op de camping eten, wat je wil. Kodamen keramist. In mijn aankondiging heb ik gezegd dat ik keramist ben
Ik vind dat eigenlijk een te wijdse naam voor de hobby die ik bedrijf. Ik voel mezelf eigenlijk meer pottenbakker. Mijn hobby is dus inderdaad met klei werken. De klei die leidt zelf tot het tekenen. Je hebt een bepaald idee wat je uit wil werken. Doorgaans is dat bij mij eigenlijk een pot. Ik neem hier dus mijn klei. Dat is klei die dus 40% chamotte bevat. Chamotte is dus eigenlijk zand. En dat doe ik om dat het die enorme krimp die het in de raku over gaat krijgen, die enorme temperatuursveranderingen, beter aanpakt. De klei heb ik dus uitgerold. Nu wil ik natuurlijk een mooie bodem hebben. Dus ik draai het schijfje rond en ik teken af de cirkel die hij moet gaan krijgen. Nu werk ik niet zo netjes dat het echt een heel fraai rolletje is. Wat wel belangrijk is, is dat de klei min of meer verdeeld is over het geheel. Zo werkt dat. Door. Ja, je ziet dus dat ik dus de vorm binnen de perken houd. Ik zit te denken dus aan zo'n vorm een beetje. En als ik dit gewoon uitgeknepen had, dan had daar een schaal dus ontstaan. Dit is eigenlijk mijn meest favoriete instrument. Nou, ik heb er dus nu weer een rand opgezet. Je ziet dat de vorm globaal ontstaat. Ik gebruik dus dit mesje. Het is niet scherp. Het is een echt pottenbakkersmesje. Puntig. Heel hard metaal. Nou, ik heb die bovenrand dus nu netjes horizontaal gesneden. Als we nu in de spiegel kijken, en daar gebruik ik dus eigenlijk de spiegel voor, dan zien we dat die niet echt mooi symmetrisch is. Nou, daar gebruik ik mijn spiegel nu voor, om dus steeds te controleren dat die symmetrie, dat die dus aanwezig is. Ik druk dus van buiten naar binnen toe met mijn lepeltje en ik geef dus aan de binnenkant dus druk om daar de goede vorm in te krijgen. Nou, ik heb dus nu de volgende rand erop gezet. Die heb ik wat meer aan de binnenkant geplaatst, zodat het naar binnen werken van de klei wat makkelijker gaat. Nu is het dus inderdaad heel sterk van knijpen in die klei en naar elkaar toe duwen. Je ziet aan de buitenkant, hoewel nog zeer onregelmatig, maar daar hebben we het lepeltje weer voor. Ja, waar ik nu mee bezig ben, dat vind ik zelf erg belangrijk, dat is wat we noemen de schouders van een pot. Het is vaak zo, ik geloof dat ik dat al eerder gezegd heb, dat de klei uiteindelijk ook bepaalt wat er met hem zal gaan gebeuren. En dat is ik krijg er nog wel eens wat opmerkingen over van god, dat is nou juist leuk dat het niet afgewerkt is. Dat het zo staat zoals het eigenlijk gemaakt is. Nou, de potten die we verleden week gemaakt hebben, die hebben de hele week boven staan drogen. Die staan nu boven de oven. Hier hebben we de pot die we dus allemaal gezien hebben. Je ziet hoe voorzichtig ik die beet pak. Als ik hem zo beet pak, dan valt hij uit elkaar. Daarnaast heb ik dus nog een schaal gemaakt om te laten zien waar ik mee bezig was om naar elkaar toe te werken.
dat het juist is naar buiten toe werken. Daarnaast heb ik dus op de plaatsen waar ik dus mijn vingerafdrukken had, heb ik daar stukjes uitgesneden ter verfraaiing. Nou, dat gaat dus nu de oven in. Kijk, nu kan ik die pot wel zo vastpakken, want nu is die steenhard. Ja, nou, glazuren die ik ga gebruiken, heb ik al klaargemaakt. Dit is mijn tuutkannetje. Het mooiste vind ik als je gewoon kunt gieten. Ik zet de pot hier op twee houtjes. Hou hem boven vast. Zo kan ik hem draaien. Ik neem een bakje. En ik giet gedeeltes. We hebben dus nu een pot, als die gestookt is, waarbij het ongeglazuurde gedeelte zwart wordt, het glazuurde gedeelte wit. En op de plaats waar de kromming is, ontstaat het krakelé, waarover later meer. Ja, ik ga dus nu met kleurglazuren, wat met kleurpigment aangekleurd is, ga ik dus nu wat lijnen trekken dwars over de pot. Hetzelfde doe ik dus met het lichtblauwe kleurpigment. Heb ik tevoren klaargemaakt. Pak de pot dus ook weer beet. En ja, nou, dit is het dus nu wel zo'n beetje. Ze gaan nu zo meteen de oven in. Worden dan gestookt totdat ik zeker weet dat dat het glazuur dus vervloeid is. Dat is op 1020 graden. Ik stook dus vanavond de oven weer tot 1020 graden. Haal het er dan uit en dan gaan we volgende week gaan we naar de raku-oven. En daar stoken we het dan verder af. Nou, dit is de laatste fase van het raku-stoken waar we mee bezig gaan. Achter me staat hier de raku-oven waar de pot zo ingezet wordt. Die dus al drie verschillende behandelingen gehad heeft. En nou, hoe dat zal gaan, dat gaan we zo zien. We openen hier de oven en je ziet dus die rood gloeiende delen. Nou, met tangen, daar ziet u ons mee bezig, wordt dat dus uit de oven gehaald en in bussen gestopt die goed af te sluiten zijn. Na de keramiek wordt er dus papier en zaagsel opgegooid, de deksel wordt gesloten. En je krijgt een enorme rookontwikkeling, want de zuurstof die is al heel snel opgebrand. De rook die bevat hele kleine roetdeeltjes en die zorgt ervoor voor de zwarting van de niet geglazuurde delen. En dus op die plaatsen waar dus het krakelé in het glazuur zit.